Ja, Carmen. Ons hartkampioen. Ik ga een doodje. Zeg, Oscar Sidis, dat is hier bij ons gebracht. Op uw naam en op ons adres. Kun jij door een uit? Ja. Ik weet wat het is, komt, Marie. Ja? Bedankt, Carmen. Ja, maar je begrijpt toch wel dat ik een beetje curieus ben, hè? Ach, het is eigenlijk een verrassing voor Pascal. En daarom heb ik het op uw adres laten komen, hè. Maar niks tegen haar zeggen, hè. En jij ook niet, hoort ze geen woord erover, hè. Dat is toch schoon, hè? Ja. Is het voor haar verjaardag? Nee, zomaar. Ah, zomaar? Ja. Het wordt nog schoner. Ja. Zeg, kun je mijn Xavier ook eens zo geen lesje geven hoe dat er met vrouwen moet omgaan? Ja, mijn Pico hier ook. Zoiets, dat leert je niet. Dat heb je of dat heb je niet. Ja, dat is waar. Ik ben hier rap genoeg kampioen. Ja. Ik moet er nog maar aan denken om voor haar iets te kopen. Hè. En ze heeft het zelf al gekocht. Ja. Straks is ze weer aan de solden, zeg. Je zult zien. Ze is al weg, zie. Ze is al weg. Salut. Jij bent ook niet gerust in die solden, heb ik ook. Nee, kampioen. Nee. Dat wil ik ook niet. Hola. Goedemorgen. Ah, Doortje Carmen. Hey. Zeg, eerst nog gauw een tasje koffie? Ja, dat is een goede dag. Vandaag vliegen we in, hè, want er zijn kloppen te doen. Ja. Het is misschien toch beter van niet te geweldig te beginnen. Oh, nee, 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 want ik denk dat jij al een klopje gedaan hebt. Zijn Pascal, want zijn we daar bij ons? Ah. Oeh, mijn lip verbrand. Oh, die een thermos. Zeg, bij mij blijft die belangen zo warm niet, hè. Oh. Allee, Carmen, dat jij daar nu pas op let. Heb jij nogthans al onder de tassen koffie uitgedronken? Ja? Ja. Oh, wel, ik dacht per tang dat dat een nieuwe was. Zeg, Bieke, wat vind je van dat topje? Ja, als je er de helft af doet. Ja? Ja. Ah, ik vind dat nu al een beetje bloot. Van de prijs bedoel ik. Ja. Ja. Goortje, kind. Je moet dat zien, dat is het een en het andere, Pico. Mag ik eens zien? Nee, 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 niet aankomen, niet aankomen. Ja, dat is Hollands fabrikaat, hè. Mm. Ah, ja. Gekocht met postorder. Ja, ja, en daar is de zweepzaak bij, hè. Kan nog de auto winnen. Zeg, dat allemaal om Pascal te verrassen? Ah, wel, dat is chic. Ja, 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 maar het is ook een beetje voor mij, hè, Pico. Ik bedoel, zoiets dat is onmisbaar voor een trainer, hè. Nu kan ik al ons matje opnemen en daarna de tactiek bespreken, hè. Allee, okay. Drie pintjes? Ja, de spat. Ik ben goed uitgeslapen, zeg. Maar ja, ik heb wacht gehad. Zeg, dat nieuwe scorebord zal rap recht staan met Jimke. Ja, zeg, dat mag toch even een Jeep van het leger. Maar ja, want je zit toch niet van dienst, nu? Je mag die vloeken ook niet, heb ik ook. Zeg, ik ben een goede Belgische soldaat, hè. Ik trek mijn plan. Hé, hey. Ik kan toezicht keuken. En ik geef aan de adjudant met toezicht garage naar Lamsbuiten en ik krijg een jeep tot 5 uur deze avond. En we zullen dat scorebord eens rap recht trekken zonder ons polkens te moeten vuilmaken. En daar betalen wij allemaal belastingen voor. Hm? Zeg Xavier, zie jij niks? Och, het is die... Je hebt hem al, kampioen. Ja. Hoe kan dat? Carmen stond er net hier mee, hè. En dan was chance dat Pascal juist niet thuis was, hè. Heb jij tegen Carmen niet gezegd dat er een postpakket voorbij zou komen? Oh, nee. Zeg. Wat ze niet weet, kan ze niet voortvertellen, hè. Ja, maar... Een schone camera, zo. Ja, ja, ja. En de zweepstaak niet vergeten, hè. En die zal ook op uw adres komen. Zweepstaak? Ja. Wat is dat? Xavier. Een sweepsteak. Oh, een sweepsteak! Wat is dat? Oh, wel, een tombola. Hij kan nog een auto winnen. Ja? Nee. Ah, is het waar? Kampioen, als ik een auto win, moet ik eens mee rijden. Ja, ja, dat zal wel. En ik zal de naft mogen betalen, zeg. Nee. Zeg, je weet het, hè. Xavier, geen woord tegen Pascal. Hè. Kom maar aan. Genoeg getitterd. We gaan naar scorebord richten. Ja. Kom, Xavier. Kampioen, zal u? Ja, ik kom direct, hè. Jo. Thank you.
De was van de voetbal staat hier nog. Oh nee, het is uw beurt hoor. Ja? Ja, ja, deze week ook. Oh ja. Oscar! Iedere week zwaar. Oscar! Waar is Oscar? Als je die nodig hebt, dan is ze maar ook nodig. Allee, Pascal, kom doortje. Ja, Pascal, ik ga hem nu nog niet meenemen. Anders kunnen onze solden niet meer in de notto, hè? Ja. Enfin, Oscar, die zal het wel zien als het arriveert. Het? Ah. Ja. Wat het? Ik heb een folieke gedaan. Ik heb iets gekocht op een veiling. Schoon, ik heb er geen gedacht van. Ik ben wel curieus. Wat is het? Dat zul je straks wel zien. Zeg, je toch nog wat overgaan voor de solden, hè? Want jij hebt uw dure smaak. Mijn goede smaak. Ik had het eigenlijk niet mogen doen. 50.000 frank. Wat blief? En Oscar, och arme, die zag dat zo lang voor een videocamera. Enfin, hij zal nu nog een jaar moeten wachten. Kom op, schijf. Voorzichtig, rustig. Oh, wacht, rustig. Oh. Ja, ja. Ja, nog een beetje. Wacht. Oh. Ja. Hey. Oh. Dat is wat anders dan in de Parijs, hè? Beter en vooral goedkoper, hè? Ja, dat is dom, hè, mannen? Hier gaan pinnen, prutjes. En dan is de Place de Parijs als ik geen frank gunnen. Dan nu weer. Zeg, wat is hier de garage geen schrijver krijgen? Is dat toch nummer 12? 21. We zullen dan hetzelfde. Je moet hier recht over zijn bij die voetballers. Oh goed, kom aan, Jules. We zijn alweer weg. Dat was precies. Dat zie je vanuit. En dan gaan die potstampers in voetbal inleggen. Je gaat dat zien, hè. Raakt Dimitri een goede zaak? De Tremmery raakt een goede zaak. Hé! Hey. Oké. Okay. Ja. Zeg, ho. Ik zal u tonen hoe dat je moet rijden, hè. Ja, maar het is toch daar, hè? Ja, maar ik zal toch wel meegaan. Je weet nooit dat je misrijdt, hè. Ja, pardon. Niemand thuis? Ik. En zet je een 20, hè? Hallo, hier is de patroon. Zeg, wat is dat? Een kast. Ja, dat zie ik ook. En wat staat dat hier te doen? Jij bent toch nummer 12? Ja. Dan bent jij Café de Kampioen? Ja. Dan had jij besteld? Niks van. En wat staat er nog op dat papiertje? Ja, niks. Maar ik snap daar niks van. Maar Pascal zal die toch niet besteld hebben voor brandhout, zeker? Want we stoken er meer mee als uitstoot, zodat de mazoet afgeslagen is. Hè? Zeg, Snapt het nu nog niet? Wat? Ah, wel, onze voorzitter Balden Bemoeial zit hierachter. Ja, ja. Het is natuurlijk weer te veel gevraagd om op voorhand iets te zeggen. En wat zit jij hier te doen? Niks. Dus jij denkt dat die kast van Boma is? Ja, natuurlijk, van wie anders. Ja, zet ze dan maar in de kleedkamer, hè, mannen. Kom aan. Kom aan, Joe. Ben je weer al weg? Ik snap niet dat je dat toelaat. Zijn jij hier nu nog? En wat staat jij hier eigenlijk te doen?
Ik kom een pint drinken, ga je toch café? Het café is daar en niet hier. Met de patroon, zeg. Zeg, Pico, snap jij dat? Wat? Ah, de spelers die kunnen zich niet meer draaien of keren. Waar gaan ze hun kleren hangen? Ik als trainer. Ik zou dat nooit toelaten. De trainer is baas op veld en in de kleedkamer. Hier heeft u een voorzitter, ik bouw maar geen affaires. Nu, Oscar, ik geef DRT niet graag gelijk, dat weet je. Maar nu heeft hij toch overschot van gelijk, hè? Wat staat dat ding er eigenlijk te doen? Wat staat dat ding te doen, ja? Oscar, dat ding dat moet hier buiten. Ja. Nee, wacht. Weet je wat? Wat? Ik zal de daad konijnenkop overpakken. Ik heb toch al de kasken tekort voor mijn paparazzen. Ik zal er u 1000 frank voor geven omdat jij het zijt. Wel, voor mij is het goed. Jammer. Wat zal de bal daarvan zeggen? De Baltus had zijn mond maar eerder moeten opentrekken. Trouwens, dat geld, dat komt toch goed van pas in onze clubkas? Oh. Luister, ik ga er eerst mee zo verbellen. Maar vuist, hè? Kampioen, hoe is dat nu mogelijk? Hij doet eens een broek van een stukje sossissen draaien. Wel, die zal zeker weer achterstaan met zijn huisuur. Zeg, Pico. Als het moet, dan geef ik er 1500 frank voor. Jij kunt er niks mee doen en ik kan zo'n kasken altijd gebruiken. Oké. Maar je weet dat ik het niet voor u doe, hè? Nee. Allee, kom. Pak mee die rommel. Jij weet dus van geen kast, Balthazar. Ja, maar je bent toch zeker, hè? Ja. Ja, Pico, het is in orde. Ze is niet van Balthazar. Oké. Alsjeblieft. Xavier, die is op het veld aan dat scorebord bezig, hè. Wat moet ik zeggen? Dat ik hem direct naar u toe moet sturen. Voor een verrassing. Ja, het is goed. Ik zal het doen. Ja, in orde. Dag, Balthazar. Je moet direct naar de bal gaan. Die dringen. Allee! Oei. Nu je Xavier naar de bal hebt gestuurd, staat het scorebord nog niet recht. Je gaat die kast niet mogen verkopen, Pico. Ik ben daar niet gerust in, hè. Kampioen, ik heb zelf gezegd dat het goed was. Ja. Hier zie. Voor ons clubkast. Ben je nu al wat geruster? Ah, wel, je hebt een goede zaak gedaan. Ik ben een zakenman, hè, Pico. Miljaar! Mijn videocamera zit er nog in. Pico, je bent toch voorzichtig geweest met die kast, hè? Ja. Ah. We hebben ze maar 3 keer laten vallen. Alsjeblieft. We liepen als op eieren. Geen onnozel een DRT hield ze vast alsof het echt een antiek was. Maar gelukkig kan het niet aan de videocamera. Ik heb de sleutel, ik ga het direct halen. Oeh, la, je moet hun gezicht zien. Dat zijn solden, hè, mannen. Dubbel zoveel voor geen geld. Dat is sparen, hè. Oeh, Oscar. Ja. Is er niks voor mij gebracht? Wat gebracht? Een kast. Wat? Een kast. Een kast? Ja. Nee. Pico, heb jij soms een kast zien brengen? Nee, ik heb niks gezien, hè. Tja, ik zal eens direct naar de antiquair bellen. Ik heb een antieke kast gekocht op een veiling. Een koopje. En wel, in een commentaar. Nee, niks. Waar gaan we dat schrijven? Dat is ook de eerste keer dat hem geen zaag spant omdat ik een kleinigheidje gekocht heb. Allee, kom. Nee, op dat wat op u geweten, hè. Alsjeblieft. Ja, ik. Jij hebt ze verkocht. Pas op, hè. Jij en ik samen hebben die kast van een bal verkocht. Nee. Kast van een bal, dat dachten we toch? Ja. De kast van een bal is de kast van Pascal. Zeg, hoe kan een kind dat nu weten? Ben ik misschien met haar getrouwd? Weet je wat? We halen ze gewoon terug bij DDT. Kom. Een stuk bedrieger. Ja, voordat Pascal aan de antiquair belt. Kom aan. Zeg, pikkel. Maar jij doet het woord, hè. Koffie, mannen? Waar zijn ze nu? Ja, dat is wel schoon van kleur, hè? Ja, dat is goed voor uw playback. Aan het passen? Ah, Pascal. Zeg, 50.000 frank, dat is toch veel geld voor iets dat een ander heeft weggesmeten, hè? Vind je niet? Weggesmeten? Als jij nu denkt dat mijn kast van de rommelmarkt komt, hè? Carmen, dat is echt een antiek. Trouwens, wat weet jij daar nu van? Hela, ben ik een expert, hè? Oh ja? Ja, dat huis van Boma, dat staat vol antiek. Serieus? Allemaal koper en krulletjes en gedraaide poten. Allee, echte stofnisten zijn dat. Dat is geen lolke dat je dat elke dag moet kuisen, hè? In ieder geval, ik zou het niet willen. Niet kunnen willen, zeker.
Toortje, dat is precies twee matjes te klein. Ja, het was het enigste matje dat er nog was. Aan die prijs mag het wel spannen, hè. Ja, als je genoeg borst hebt, ja. Ik vind het toch schoon. Misschien is het met Rokske wat beter. Zeg, Carmen. Is uw Xavier niet groot genoeg om zelf zijn kleren te kopen? Ja, hij zou mij wel naar huis komen. Ja. Maar wat ik nu niet begrijp, dat is dat jij niks voor uzelf gekocht hebt. God, zo'n zolder. Ik heb mij nogal moeten inhouden. Zeg maar, en waarom heb ik dat rood vestje dan niet gekregen? Omdat je er al een bruin hebt. En trouwens, ik zag het niet graag. Zeg, maar wat vind je van mijn nieuwe oorbellen? Niet mis, hè? Ja, maar dat zijn accessoires, hè, Carmen. Je hebt niks nieuws om ze bij te dragen. Ja, zeg, je zou ook eens met een beroepsmilitair moeten getrouwd zijn. Oh. Van zijn soldij kunnen niet veel solden kopen. Zo. Ja. En met de schoolmeester zwemmen moet ook niet te zot doen. Ja. Zelfs als uw man u geen verrassingen koopt. Ja. En een nieuw kast bijkopen om uw kleren in te leggen, dat is er zeker niet bij. Ja. Die kast is voor de uitzet van ons beken. Allee, ma. Ik zie dat niet graag antiek. Zoude jij nu niet beter wachten met commentaar totdat je ze gezien hebt? Hm? Ja, ik ben curieus. Nee, dat is dus topkwaliteit. Dat is dus echt een massieve lijk zonder één schrammetje. Pas op, dat is antiek, hè? Dat is dus echte. Dat is dus van voor de Eerste Oorlog. Ah wel, ik laat u die kast voor 15.000 frank. Dat bleef. Ik kan niet lager zakken dan 12.000. Wat? Maar jij bent zot lager, want dat is weggegeven. Zeg, er zijn klanten, ik bel u terug, hè. Zal het gaan, ja? Op de staal, hè? Het was een vergissing, Dimitri. Die kast, die was van Pascal. Ja, van Pascal. En nu is die van mij. Je moet je geen zorgen maken. Hm? Morgen breng ik u een andere naar een barak voor uw 1500 frank. Okay? Ja, een andere naar een barak. Wat te staan, zeg ik. Morgen breng ik u een andere. Je gelooft me niet misschien. Je gelooft hem toch, hè? Ik heb die kast betaald, dus die kast blijft hier, begrepen? Tja, tja, tja. Je zou beginnen denken dat die kast meer waard is dan 1500 frank, hè? Ja. Je zou het gaan denken, hè? Die uitbarak? Ja. Die cijferen, hè? Die komt me alleen goed uit voor mijn paparazzen. Morgen heb je nog een betere. Ja, een veel betere. Die kast blijft hier. Luistert goed, hè, Dimitri. De kampioen is hier klant. Xavier is hier klant. Ik, de hele ploeg, is hier klant. Ja. Als je ons binnen 3 seconden niet laat passeren met die kast, dan houd je geen een van uw klanten nog over. Heb je dat goed begrepen? 1. Dat is afpersing. 2. Dat is chantage. Failliet. Voilà, failliet. Het is goed voor Erik. Kom aan, pik op. Maar je mag er wel 2000 frank voor teruggeven, dus 500 frank voor al die last hier. Wat blieft? 2000 frank. Zonder 500 frank vanaf de. Jo, kampioen! Hey. Zee, Boma heeft weer eens iets meegegeven, hè? Voor een verrassing. Jo, kampioen! Domme zeg, ik had beter mijn keepershandschoenen aangehad. En, hoe vind je het? Nou, chic. Maar wanneer ga jij dat dragen? Ja. Ons bieke die zal toch wel eens trouwen, zeker? Wanneer? Als ik nog maar naar een jongen kijk, zit het er al tegen. Je moet je lief niet opdoen in het café, dat is alles. Ja, ik mag nooit uitgaan. Ah, nee. En alle weken gaan playbacken, wat is dat dan? Hm? Dat is voor mijn toekomst. Ah, schoon toekomst. Dat is uw pa die nu zo zot maakt. Omdat hem vroeger ook verdet was. Wel, je ziet hoe lang dat duurt, hè, Carmen? Mm. Ik moet mij er niet mee, zullen. Oh, dat zal mijn kast zijn. Kom. Ja, ik ben curieus. Hier staat ze. Ah. Je gaat nogal ogen opzetten. Voilà. Amai, ma. Je mocht me een uitzet houden, hè. Daar 50.000 frank voor betaald, Pascal. Is dat echt een antiek? Hé, hey, tof kastje, hè. Dat is mijn kast niet. Oh, nee, van eigens niet. Dat is een schenking van voorzitter Boma van ons kleedkamers.
Heb helemaal zo'n brol houden. Kom. Kom maar, wat heb ik nu mis zegt? Moet er u niet mee. Ja, maar 12.000 frank. Die antiquair willen dat 12.000 frank vergeven. Tegenslag, hè. Ze denken dat ze alles mogen, hè. Mijn kast afpakken, met een legerjeep depaneren in plaats van met mijn depaneur. Ze kennen DDT nog niet, hè. Maar wel, ze zullen hem leren kennen, zie. Dat stomkorporaalke, dat neem ik eerst te pakken. Dat schoonmeesterke, zijn part staat nog op de stoof. En op die kampioen, daar gaan we nog wat op studeren, zie. Hallo, met de militaire politie van de kazerne? Goeiedag, ik moet u bellen om een vergrijp te melden. Dat ik bij de politie moet zijn. Nee. Het gaat over een militair in de rang van korporaal, dus hij heeft met zijn legerjeep rondgereden terwijl hij vrij van dienst was. Ja, dus het desbetreffende voertuig staat op het huidig ogenblik geparkeerd voor Café FC de Kampioen. Wie ik ben? Iemand die het goed met u meent. Hey. Twee kasten. Nu overdrijf, voorzitter Boma, toch wel, hè? Zit. Godje, mijn as. Zeg dat nu waar is. Kampioen, kijk hier. Voorzitter Boma heeft die meegegeven. Ja, de kampioen heeft hem op het idee gebracht, zei hij. Mee over een kast te bellen of zo. Zeg maar wie zijn gedacht is dat. Ja. Zeg maar, wacht eens jongens. We brengen deze kast naar DDT. Mannetjes, dat is een kast van de voorzitter, hè. Ah ja. Mannetjes, nu weer beginnen kampioen. Ja, jij bent weer bezig, vind ik. Tut. Xavier, breng die kast naar DDT, dan staan we even. Oh, ja, ik kom ja, maar ik leg u dat straks wel. Ik kom juist van Boma. Nu moet ik... Mannen, ik ga toch even helpen, man. Ja, maar pakt u legerjeepje? Ja, met mijn tong erop even zeker. Pascal, uw kast is er. Ik ga met de videocamera zitten nog in. Ah, dat is ze. En wel, Pieke, is dat nu geen bijou? Nou, wel een bijouke dat niet blinkt. Er zit toch geen verf meer op? Uw pa zal ze opkuisen. Ja. Oscar gaat eens opzij, ik wil eens van binnen zien. Ze is op slot. Oeh. Ja, en er is geen sleutel bij. Nee. Hier, zeg. Ik zal dat eens proberen. Nee, kom, laat mij dat maar proberen. Ik ben een goede techniek. Ja, hij is een goede techniek. Nee, moet je geen zorgen maken. Ja. Nee, Pascal, dat zal niet lukken. Je zult een andere sleutel bij een antiquaire moeten gaan halen. Ja, er zit niks anders op. Ja. Jullie best morgen de slotenmaker laten komen. Ja. Voilà. Hoe kan dat? Onze was zit erin. Oh, de was. Ja, ik zal hem meenemen. Het is aan mij een toer. Abonneer Doortje, zal ik de was nog eens doen? Je hebt ons naar de zolder gevoerd. Oh, nee, ik zal hem doen. Maar we gaan er toch in. Maar het was mij een toer. Maar ik stop hem. Ik zal het doen. Wat is dat? Oh. Een videocamera? Bonjour. Oh. En van wie is die? Jawel, die is van mij. Van mij. Van ons dus. Hè, ja. Mm-hmm. En hoe komt die in die kast? Leg me dat eens uit. Hoe? Wel. Ja, luister, ja. Hè. Hier staat meneer Kekamerasi. Zeg, Oscar, en dat allemaal achter mijn rug. Ik zou daarvan ontploffen, hè. Van waar moeten wij dat allemaal blijven halen? Dat is zeker 50.000 frank. Pascal begint niet, hè. Wie brengt er hier het geld binnen? Ik. Ja. Terwijl dat jij de onnozeleer staat uithangen op voetbalplein. En Pascal, het was bedoeld als een verrassing. Hé, Carmen, Doortje? Ja. Jij wist er allemaal van? Oh, ja. Min of meer, hè. Een verrassing voor mij. Voor hem zeker. De kampioen zonder poen hier, die loopt al een jaar zot van een videocamera. Kampioen zonder poen? Hmm. Ik heb dat geld van ons speciaal rekening gehaald. Wat blieft? Van ons speciaal rekening? Ja, van ons speciaal rekening, ja. Maar daar heb ik de cheque van uitgeschreven voor mijn antieke kas. En wel merci, Oscar. Dan staan we nu wel fameus onder nul. Ga jij dat op? Dan jij dan. Hé, jij doe maar op, jij. Een avondkleed, een antieke kast, solden à volonté. En ook allemaal achter mijn rug, hè.
En ik mag nooit niks kopen. Ja, daar is iets van, hè, Pascal. Ah. Nu gaan we door. Soldij mag misschien geen vette zijn, hè, Carmen? Maar een cafébaas verdient ook geen schatten, geloof dat maar niet. Ik doe Pascalke. Weet je wel, we zullen allemaal een pintje meer drinken. Ja. Dan zit er zo weer bovenop. Dat kunnen we doen. Ja, Pascal, als ze nu zeggen dat ze allemaal een pintje meer zullen drinken. Allee, Pascal, vooruit. Allee, kom aan, het is goed. Ja, natuurlijk. Allee, kom, we gaan er een pakken. Uw beste klant is er al, zie. Xavier. Militaire politie, hè. Ze zijn op zoek naar mijn chipje. Wat is er, Xavier, toch? Oh, ja, dat die... Die een onnozelaar van een DDT heeft me dat gelapt, die heeft ze opgebeld, ik ben er zeker van. Ja, ja. Ja, ik stond er juist mee voor zijn garage en ik zag ze komen. Maar ik ben als een sweepsteek langs achter van hier gelopen, hè. Kijk, ze pakken hem mee. Ik ga dat opnemen. Inzoomen, inzoomen. Ja, ja. Balthazar, ik zit daar wel mee in nesten, met dat spul. Ja, maar ik zal toch weer geen goed woordje voor u moeten doen, zeker? Ja, als het zou kunnen, bij kolonel van der Sijpen. Ja, maar hoe dikwijls heb ik al niet gebeld naar mijn goede vriend van der Sijpen voor u zo te kuren? Ja, maar deze keer is het voor de ploeg, hè? Ja, het is al goed. Ik heb chance dat ik zo'n lange arm heb, hè. Ik zal bellen, je kunt op je twee ogen slapen. Merci, merci. Pascalke, de tournée generaal. Is alles erop, kampioen? Ja, je mag gerust zijn. Kom, dat gaan we direct bekijken. Ja. Komt een goeie idee. Allee, vooruit. Balthazar. Balthazar, ik vraag dat niet graag, maar... Allee, kom, zet u. Kom, allee. Stel begonnen. Kom, jongens, kom. Momentje. Balthazar, Oscar heeft zotte kosten gedaan. Ik weet echt niet waar dat ik het moet blijven halen. Kan ik niet een paar maanden wachten met huiszuur? Het is goed. Omdat jij het zei, Pascalke. Ja, merci, Balthazar. Ik zal dat niet vergeten. Allee. Je ziet met de poepers.